De eerste squaldai begint van de moorn feestelijk op het terrein van de Vriers, de opening van het nieuwe leslokaal. Deze 20 leerlingen zullen er de squalbandje zien. Ze binnen uitzocht uit de goed 100 aanmeldingen voor de opleiding. De belangstelling is dus opvallend groot. Ik denk dat het bedrijf zich heel erg aanspreekt en ik het concept dat je dus werkje en leren op een bedrijf en dat je als jongen of famke net naar squallen hoeven op een locatie ergens in Ljouwert, Heerenveen of Snits. Dus dat het heel erg aanspreekt. Je verdient gewoon salaris, je krijgt een contract bij ons en je moet je kans op een vaste baan bij ons bedrijf. Dus dat spreekt heel wat aan. Vrienden hier begon de Vriers al een proef met een interne opleiding. En dat wordt nou dus permanent in de manden met ROC de Friese Poort. De leerlingen rennen qua leeftijd nogal uitenwaar. Van zegtje ont zo'n 30. Voor de ouderen zal het wel weer wennen worden. Ik kom zelf uit de bouw, maar dat lakken me al. Dat zenden me net altijd. En ik heb vroeger op school een installatie dienen. En dat leek me volle mooi te. Het is sowieso een passie voor mij om met techniek aan de gang te wezen. Ik vind het gewoon heerlijk om lekker met de hand bezig te wezen. En ja, ik zie hier gewoon een grote uitdaging in. Deze man had er dus nog toon. In twee tijd kunnen zijn mbo-diploma skipsbouw helje. Maar wat voor vooruitzicht op een baan hij zijn? Nou, het algemeen is hier bij de Vriers blauwen. Soms zullen er net genoeg plak zijn, omdat we genoeg personeel hebben op een gegeven moment. En dan kun je uitstreamen naar de orenbedrijven in de wettersport. Dus ook bij Lietse werven of op orenplakken in de bouw wellicht. Voor, als timmerman bijvoorbeeld.